van Ardèche. Het is nog een half uurtje rijden nu. Richting ons hotel. We slapen in een kasteel. Ik denk dat het heel, heel vet en heel mooi gaat worden. Jongens, jongens, ik weet niet of jullie ooit ziek worden van mijn enthousiasme als ik een kamer bezoek. Maar ik ga weer een tour geven. We zijn aangekomen bij Château Clément. En we hebben net een kleine tour gehad en we hebben onze kamer gekozen zelfs. We hadden keuze tussen twee kamers en we hebben een hele authentieke kamer hier in het kasteel. Ik ga even laten zien. Het is echt fantastisch mooi weer. Dit is onze woonkamer waar we kunnen chillen en met een super uitzicht. Midden in de natuur. En dan lopen we hier door. Beetje donker hier. Ik heb de ramen nog niet open gedaan. Maar hier heb je een toilet. Oké, laat me even de ramen open doen. Oké, komt hier opnieuw. Hier is de kamer. Super mooi. Hoog plafond. Veel licht. Heel chic. En ik weet niet zo goed hoe ik het verder moet laten zien. Maar hier heb je de badkamer. Mooie details. Dus Happy Lily. En hier ook weer een heel mooi uitzicht in de badkamer. Echte Château Keys. Het is echt groot hier. Hier heb je de living room area, gewoon shared area eigenlijk. En dan hier een zwembadje. Het was even gezellig met de eigenaresse. Het voelt echt als een guesthouse eigenlijk. Je gaat met de andere hotelgasten ook even aan tafel als je wil. Ga nu even eten zoeken. We hebben al een restaurantje op het oog, dus het is 20 minuutjes rijden hier vandaan. Een hoefvet is deze Waggy. Restaurant waar we wilden eten was helaas gesloten. En toen hadden we zo honger dat we maar aan de overkant bij een taco restaurant hebben gegeten. Wat best wel prima was. Komt op jouw I want to order account? Denk het wel. Ja? Ik moet even kijken hoe die smaakt. Of maar. Dat is de maxi. Nu toe is het lekker. Ja? Dat is goed. En nu zitten we in onze woonkamer. Ik probeer een vlog te uploaden, maar het lukt niet. Internet is niet al te snel voor een vlog uploaden. Dus ik wacht al echt uren en het staat nu pas op 15%. We gaan morgenochtend heel vroeg op. Volle programma en we gaan iets super spannends doen. Echt, ik denk dat dat wel het allerspannendste is wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Nee, je gaat het mogen zien. Ik ga nog niks verklappen. Dus blijf vooral kijken. Good morning. Lekker ontbijtje van elkaar. Bonjour. Bonjour. Zo, Nick is teruggegaan even naar hotel, want hij is zijn camera vergeten. Dus ik ben nu met toeristenboord. Dat is Marianne. Hi. En zij houdt de Instagram van Ardèche. What's the account? It's Pont d'Arc Ardèche. Pont d'Arc Ardèche. Ik zou het hieronder even linken. En zij gaat mij even de Instagrammable spot hier in het dorpje Boom laten zien.
helemaal buiten adem. Wow, helemaal naar boven geklommen. En uiteraard voor een mooi uitzicht. Check it out. Het is maar een kwartiertje lopen op zich. En dan heb je een uitzicht over het stadje Boom. Over daar. Het is daar aan het bliksemen en stormen. We gaan zo meteen wel die kant heen om te vliegen. Maar het gaat dus misschien niet door. Oké, het gaat waarschijnlijk gebeuren. Het gaat door. Ik ga zo meteen vliegen in een ULM vliegtuigje. Ik wist niet eens dat het bestond. Maar ja, de meesten weten wel dat ik niet van vliegen hou, maar wel van adventure. Dus die twee kruisen elkaar een beetje. In contrast, maar ik vind het wel heel tof dat ik de kans krijg om dit te doen. Dus, en Miguel is er niet, dus... This is typical from the others. Wow! Nice! That's a good lunch. Taking this baby here. Oh my god. Richting Pont d'Arc. Ik moet nog even landen. Mijn hoofd is nog in de lucht. Het is zo snel voorbij gegaan. En nu ga ik weer erdoor naar het volgende. Oh, een beetje donker. Maar ja, wel echt een unieke ervaring. Als jullie ooit de kans hebben om dat te doen. Het was geloof ik €60 voor een kwartiertje. Maar wel echt waar. Dus we gaan picknicken. Is this that? Got it. I hope you are hungry. You've checked what all feel picture perfect is. You sit there with the wine. Okay. Lekker leeg. Hike. 30 graden of zo, dus ik ben helemaal stuk. Maar we gaan naar een heel mooi uitzichtpunt. En nu boven. We zijn nu hier, kan je lekker deze kijken. Maar wel een gevaarlijke fotospot. Het is weer een andere uitkijkpunt waar je kan stoppen. Super chill, je kan gewoon hier parkeren en dan kan je het uitzicht hier zien. En dit is een van de mooiste vantage points. Echt aan te raden om hier een keer langs te gaan om de verhalen te horen, om te zien wat er allemaal is gebeurd. Er zijn verschillende fases zelfs en het is allemaal 36.000 jaar geleden heeft dit plaatsgevonden ongeveer. Heel interessant. Ja, het zet je wel aan het denken, denk ik. En, ja. Jij nog iets aan veel gebeurd vroeger. Veel beesten. Veel beesten, ja. We zijn aangekomen bij de reden waarom we hier eigenlijk zijn. Ik wilde super graag lavendelvelden zien. Alleen ik denk dat we te laat zijn, want alles is bijna weg en of helemaal uitgedroogd al. Maar alsnog een heel mooi zicht.
voel je je net bellen. Ja. Misschien moet ik even zo met deze jurk de trap oplopen, maar jij ook aan het trekken. Zomaar ben ik het beest. Totaal. Ik wil niet zeggen dat jij het beest bent. Ja, ja. Ik wil wel bellen in deze. Nu maar een rondje draaien. Hey, we survived today. Het was een hele lange dag met zoveel hoogtepunten. Ik kan nog geen favoriet kiezen. Jij wel, Niek? Nee, dat is gewoon een hele mooie dag. Ja, maar ik moet het nog een beetje verwerken. Het was echt het ene hoogtepunt naar het ander. Zoveel te doen hier. En zo meteen zijn nog D4 op. Er zijn nog zoveel andere dingen die ik nog wil doen hier. Net als in een grot gaan en kanoën. What else? En andere restaurantjes proberen. Waterval. Maar we gaan morgen alweer richting Hollanda. Maar wel een reden om terug te komen. Sowieso een reden om terug te komen. Omdat wij een foto hebben gemaakt bij Pont Arc. Zij gaan een platform daar renoveren. En onze foto komt daar te staan. Dus voor de mensen die gaan. Spot Lily en Miguel. Zo, we zijn weer terug bij het dorpje waar ik ben begonnen vanochtend. En we gaan eten bij het restaurantje. Lekker! Bon appetit! Zie goodies? Uh-oh. Heb je hem al getest? Nee. Dig in. Ga maar. Great. Chisel. Yeah. These are caves. It's Lily. What's up, Lily? Tweede keer vandaag hier. Ik moest Nick even het uitzicht laten zien. Zo mooi hier. On y va. Bye bye. Au revoir. Het is niet een geasfalteerde weg die we hier volgen. Ik weet niet of het echt bergbeklim is, maar het is wel rugged terrain. Scheid genomen net. Altijd zo emotioneel. Die band toch best wel snel op zo'n reis als je mensen ontmoet. En het leuke daarvan is dat tegenwoordig kan je met social media up-to-date blijven van elkaar. Bye bye, chateau. A biento. Over de markt van de Avona. En super groot en gezellig. Oh, dit vind ik leuk. Mandjes. Deze vind ik ook super mooi. Net op tijd. Maar ik ga sluiten voor mijn local. Mandje met een bagger. Balazik, of hoe Niek het noemt. Balzak. Gisteren dat we even naar de dorpjes zijn gereden, maar niet
wandelen. Deze biscuitjes van kastanje met citroen gekregen die uit de regio komt. En die zijn zo lekker, ik heb de hele zak al gegeten. Ik wou dat ik nog een zak had gekocht ergens, maar dus een tip als je daar naartoe gaat. Try this one. Super lekker. Geworden in Nancy. We zijn bij een weghotelletje. Zo kun je het wel noemen, toch? Ja. Vannacht gestopt en geslapen. Prima te doen, hoor. Kijk maar. We hebben zelfs 2 bedden. Maar we gaan toch even de stad in, want Nancy schijnt ook wel echt heel leuk te zijn. Dus dat gaan we nu doen. Eerst ontbijt. Let's go! Een mooi square van Nancy. Wow, look at this! Ik ben in een soort van mirror room met lichtjes. Dit is echt zo cool. Dit wilde ik dus al in LA doen. En daar moet je echt reserveren. Dan mag je echt maar 1 minuut in de mirror room. En hier is eigenlijk niemand. Zo net over de snelweg. Toen zijn we gestopt en zijn we op zoek gegaan naar deze zonnebloemveld. We zijn nu in Luxemburg, hè? Yes, en om een van de reden was het super super druk bij alle tankstations of die we tegen zijn gekomen. Ja, Luxemburg is natuurlijk niet voor niets een belasting. Paradijs. Dus het is gewoon super goedkoop hier te tanken. Hoeveel scheelde het? Met de pomp bij ons scheelde het echt iets van 25 cent of zo. Dus dat is best wel aardig. Dus een tip: tanken Luxemburg. Een paar dagen later. Ja, ik heb eigenlijk niet meer gevlogd zoals je hebt gemerkt. Maar ik heb het echt heel druk gehad met saaie dingen. Vooral achter mijn laptop deadlines. Ik trek over 2-3 uurtjes al richting Schiphol, want ik ga voor 2 weken lang naar Indonesië. Woehoe! Maar ik ben echt aan het uitstellen om in te pakken. Echt zo geen zin in om in te pakken. Mijn koffer is nog niet eens uitgepakt van Frankrijk. Maar goed, ik ga een nieuwe vlog beginnen. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond, mijn vlog in Frankrijk. En ik vind het heel leuk als je abonneert op mijn kanaal. Blijf op de hoogte hierbij, want zoals je hebt gemerkt, ik ben heel slecht in elke week op hetzelfde tijdstip uploaden. Dus zodra ik tijd heb, werk ik aan mijn video's en probeer ik te uploaden. Dat is ook afhankelijk van de wifi natuurlijk, bla 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 bla. Dus duimpje omhoog, abonneren. Zie je in de niche. Bye!